1, 2. Daar ben je. Ik hoop dat mensen echt helemaal dubbel liggen. Ik denk het wel. Ja, ik denk nee, dat was hilarisch. Dat is het begin van een aankoopadviesvideo dat ooit. Dat is wel waar. We hebben heel veel vragen gekregen. Die gaan we allemaal niet beantwoorden. Maar we hebben wel zelf iets verzonnen. Nee, het is ook gevraagd. Dit is ook gevraagd. Ja. Beginnersauto, maar dan voor nog minder geld. Nee, ik snap het. Weet je, als je jong bent, dan wil je zeg maar, zo dik mogelijk auto rijden voor gewoon niks. Het mag niks kosten. Dat is een beetje hoe ik er naar heb gekeken. Andere mensen zeggen nee, je moet juist verstandige auto's zoeken als je niet zoveel geld hebt. Betrouwbaar, lage wegenbelasting, dat soort shit. Ja. Dus we hebben een budget, 1500 euro toch? Of hadden ja, we meer? Voor een goede beginnersauto. Een goede beginnersauto. Ja. Waaraan voldoet een goede beginnersauto? In jouw geval aan heel andere dingen dan mijn. Maar in het algemeen? Moet er een beetje betrouwbaar zijn? Ja, ik heb zelf een beetje gelet op betrouwbaarheid. Op als het een keer stuk gaat, zijn er dan nog onderdelen voor te krijgen. Dat soort argumenten. Ja. En niet te duur ook in maandlasten met name. Omdat je, ja, het is een beginnersauto. Je hebt blijkbaar al niet veel geld om te besteden aan je eerste auto. Dus dan is het misschien ook niet heel handig om daarna wel een beetje veilig te hebben van een paar honderd piek per maand. En, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet per se naar veiligheid heb gekeken. Maar op zich denk ik dat mijn opties redelijk uit de bus komen. Ja. Ja. Heb jij daar heel erg naar gekeken, naar veiligheid? Ja, ik ben alleen maar gekeken naar zo'n grote motorruimte, zodat als je echt want dan dat zeg maar ja, grote krukkelzone. Ja. Ik heb hier een kandidaat. Ik hoop dat dat iemand van onze reguliers hem gaat kopen. De omschrijving in de tekst, daar zou ik mee beginnen, is eigenlijk het leukste. Letterlijk een chomp van een auto loopt wel perfect. Weet jij wat een chomp is? Nee, en als auto's lopen moet je ook altijd zorgen maken, heb ik het idee. Ik denk dat hij bedoelt rijdt. Ja. Maar hij ziet er dus niet nee, uit. Nee, ik weet niet wat een chomp is. Maar misschien dat mensen ons in de comments kunnen uitleggen wat een chomp is. Chomp, ja. Als je dat weet. Een chomp. Dat kan ook de aanbieder die dat dan gaan zeggen. Foto's zeggen genoeg, zegt hij. Auto met veel ervaring, maar starten en lopen. En ik dacht, joh, het ticks all the boxes. Hij is stijlvol, je hoeft je geen zorgen maken. Of de tedder is teruggedraaid. Tenminste, denk ik. Geen last meer van kinderziektes, want dat was er al lang uitgekomen. Welk onderhoud hij heeft gehad. Alles is een keer gedaan. Gedurende je levensloop, denk ik. En hij heeft een V8. En het is een Mercedes. En het is een coupé. En hij is minder dan 1500 euro. Slechts 1495 euro. CLK 430. Stijlvol. V8. Veilig ook. Hey, Mercedes, die hebben een reputatie hoog te houden. Crashtest en zo, Euro NCAP, echt top. Als je hiermee voorkomt rijden, hij ziet er dus niet uit, dat is jammer. Maar als je omschrijft wat je hebt tijdens de kerstborrel, dan zeggen mensen, ah, jezus man, jij doet het echt wel heel goed terwijl je nog gewoon student bent. Geen goede suggestie, hè? Nee. Ik kan hier mooi inhaken met de comment van de week. Zullen we daar even mee gaan? Oh ja. Ja. Want er is namelijk iemand, Nardin, die vraagt, sport die Casper wel? Maar ik denk dat we dat nu gewoon kunnen omdraaien. Of jij wel sport. Maar spoor je wel? Nee. Oh, oké. Okay. Nee. Dus gewoon de vraag te beantwoorden. Hij zegt, ik heb het over night panel, viezigheid in contact, lekker boeien. Wouter is echt professioneel en maakt de video's boeiend. Echt professioneel. Ja, dat vind ik ook mooi dat mensen dat nu eindelijk inzien. Ja. Dat ik gewoon echt professioneel dus ik geef de inhoudelijke belangrijke dingen, maar jij bent professioneel en je maakt wel de video's boeiend. Daarom ben daarom. Maar ik heb hier wel, toch is er ook wel eens kritiek op mij te vinden. Ja, tenminste, ik denk dat het zo is dat het kritiek op mij is. Kasper, meneer, laat de grijze de kale eens uitpraten, zegt Santona Smith. Ik ben ook wel grijs. Maar ook kaal. Dus ook kaal. Dat ze dan als het over hoofdhaar gaat, dan is die omschrijving correct. Toch? Ook. Dus ik moet je meer laten uitpraten. Ja, blijkbaar. Nou, doe dan. Maar kom dan eens met je eigen suggestie. Dan ga ik weer al je handgebaren nadoen. Hè? Dan beginnen we daar gewoon mee. Oké. Okay. Dus. Maar een CLK 430 is dus niet per se een goede beginnersauto. Wat natuurlijk wel goed is aan een beginnersauto, als je eentje uitkiest die optisch niet zo mooi is, maar technisch nog wel goed. Dan is het altijd wel lastig om er doorheen te kijken. Dat is, dat is wel vaak lastig. Want als je er eentje heel mooi ziet glimmen op de foto's, denk je, die wil ik. Topwagen. Maar inderdaad, je kan beter kijken naar eentje die fatsoenlijk zijn onderhoud heeft gehad en waar dan misschien een deukje en een plekje en misschien een andere kleur deur in zit.
Hoewel, dat is, die, nou nee, dat is misschien niet handig. Maar in ieder geval, liever dat het technisch goed in orde is, zodat je daar niet te veel ellende van hoeft te verwachten. Want dat zijn vaak de dingen die echt geld kosten. Ja. Weet je, als een motorbroek. Ik denk trouwens dat je voor 1500 euro per dag kan er gewoon een McLaren huren. Ja. Nou. Nou. Misschien. Ergens. In ieder geval wel een uurtje. We gaan zoeken. Of dat, dan kan je ook zeggen, ja, ik koop geen auto, maar ik heb wel een uur lang het orgastisch genoegen van een McLaren. Ja. Of is dat geen goed maar advies? Maar zou je dan toch liever een auto willen hebben die wat langer heel blijft, dan zou je dan kunnen kijken dat je voor 1500 euro bijvoorbeeld op zoek gaat naar een leuke Peugeot 206. 206? Ja, dat is nou typisch een auto. Ik denk altijd bij dit soort auto's van, oké, wat zie ik nog veel rondrijden? Want dat is blijkbaar, blijft dat redelijk heel. Heel, ja. En 206's zie je in ieder geval bij ons in Apeldoorn. Ik ga naar buiten kijken. Maar zie je ze nog rijden? Ja, nou, jij vindt het saai, dat is ook goed. Maar 206's zijn gewoon leuk. En ze zijn redelijk goedkoop rijden te houden. En als je gaat voor een leuke uitvoering, heb je er zelfs nog echt een leuke auto aan. GTI'tje heb je ook al onder de 1500 euro. Ik heb er nog geen gezien. Nee, dat is al waar. Ja. Nee, oké, okay. Maar ook een GTI. Maar is dat verstandig om te kopen? Nee. Nou, nee, niet per se natuurlijk. Dan zit je natuurlijk wel weer. Dan ben je een beetje je eigen grens aan het oprekken. Maar een XS bijvoorbeeld met een 1.4, 75 pk hadden die, zeg ik even uit mijn hoofd. Autootje is niet zo heel erg zwaar. Hè. Dus het is best wel oké vlot. De Quicksilver uitvoeringen waren altijd goed. Roland Garros uitvoeringen waren altijd heel luxe. Ja. Nou, dan heb je gewoon. Wie wil er een 206 met 75 pk of mijn CLK 34 met een V8? Maar 1.6 16 klepper heb je ook, hè? Die was 110 of zo. Ja, 100 of 110 pk in ieder geval, dat is best wel oké. Dat is wel oké, maar die 75 pk vind ik wel 135 of zo. 138 of zo, 136. 136, ja, zoiets. En je had ook nog de RC, die had 180. Maar die vind je waarschijnlijk niet voor 1500 euro. En als je die wel vindt voor 1500 euro, ren daar hard bij weg. Dus. Of stuur ons een mail als je denkt dat het wel een hele goede auto is, want dan kopen wij hem. Ja, dan maken we een junkyard race van. Zeggen we dat we voor 500 gekocht hebben. Ja, net als alle andere deelnemers tijdens de junkyard race. Maar dat geheel terzijde. Ja, dit is wel denk ik wel een soort goede suggestie. Fijne auto's, sturen goed. Wat degelijker dan de 205. Dat is ook wat zwaarder en daardoor. Ja, de GTI viel dan daardoor sowieso, tegen. Maar een 205 is daardoor sowieso. Dat is gewoon echt een oude auto. Ja. Weet je, en een 206. De meeste hebben gewoon al airco en zo. Dat is gewoon, zo. Nee, ja, maar goed, maar vind er maar een 205 met airco. Ja. En toch, ja, weet je. Nee, weinig. Het wordt steeds warmer op de wereld. Dus ja, de global warming. Ja, ja. Het is eigenlijk niet allemaal met de bus gaan, maar het is beter voor het milieu. Hij heeft bijvoorbeeld ook ABS, dat soort dingen. Dat heeft een 205 allemaal niet. Dus het is wel echt gewoon echt een veel modernere. Goede tip dus. Een dikke coupé en een hatchback. Dus een cabrio. Aha. Ja, nee, deze suggestie is denk ik nog wel een soort van serieus. Golf cabriolet. Volkswagen, je kan iedere hoek van de straat kan laten maken. Veel onderdelen. Rijzen. Welke generatie hebben we? Ja, de 3 of de 4. De 4 is natuurlijk eigenlijk een 3,5. Dus dat is de Golf 3, maar met de 4 neus. Neus, ja, ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een Golf 3. Ja, maar dan, technisch een Golf 3. Maar goed, dat maakt hem eigenlijk alleen maar goedkoper om te behouden. Je hebt echt waanzinnig veel keuze voor tot 1500 euro. Echt veel. Vond er een rode. De tweede eigenaar, 126.000 kilometer. Zag er redelijk netjes uit op de foto's. Voor zover je dat op de foto's nou goed kan beoordelen. Maar wel, ik dacht, ja, eigenlijk niet de meest spannende auto om te rijden. Want ze hebben eigenlijk allemaal wel echt weinig pk's. Nee, maar het is allemaal 75, 90 pk. En je had zo'n 2 liter met 115. Geen stuurmansauto. Aan de andere kant, weet je, als je dat kapje losgooit, dan is het toch al een heel ander soort beleving, zeg maar. Ja. Over de kap gesproken, en dat is wel degene waar je echt naar moet kijken, want dat is natuurlijk duur om te vervangen. Ja. Zo grappig, is dat zo? Voor die auto? Dat weet ik eigenlijk. Want ik weet bijvoorbeeld bij een MX-5 dacht ik dat ook, maar dat is echt maar een paar honderd piek. Ja, het is wel een paar honderd piek, maar het is niet eens super duur. Je praat gewoon door, hè? Ik ga nu. Maar die kap zelf kost dus niet zoveel monteren. Kan je. Ja, dat is denk ik wel eens. Je moet strak spannen zo. Nou, weet je. Maar. Wel serieus. Het is zeg maar niet een hele ingewikkelde, moeilijke auto. Wel, dus denk ik,
Het is wel een serieuze suggestie. Ja. Het is een van de weinige cabrio's waarvan ik met dat geld ook zou denken van, dat gaat ook niet meteen stuk als niet je bij de garage trein afrijdt, zeg maar. Niet een Renault Megane cabrio bijvoorbeeld? Nee. Waarom niet? Nee, nou ja, dan heb je de Megane 1 cabrio heb je het dan over, denk ik. Ja. Die als cabrio, dat zou ik echt niemand aandurven. Nee, sorry. Nee, echt niet. Die zijn niet echt heel betrouwbaar, hè? Nee, niet betrouwbaar en roest en problemen en dingen. Als je die dingen altijd als je ze een beetje achterover ziet hangen, dan betekent dat waarschijnlijk dat de veerpoten zeg maar, de bovenkant gewoon losgelaten hebben. Dat die dan doorgeroest zijn en dat die daardoor wat lager op zijn kont hangt. Zie je stoer. Ja, wel heel stoer. Ja. Het lijkt net alsof je altijd heel hard ergens wegrijdt, ook als je stilstaat. Ja. Maar niet tip van de dag, doe dat niet. Nee. Doe gewoon nog op, cabrio. Ja. Of een bruggetje naar jou, voor jouw tweede suggestie. We hebben nog geen achterwielaandrijver. Jawel, die CLK 430. Oh ja, oké. Okay. Met V8. Okay. Het is alleen een hele onverstandige auto om te kopen, denk ik. Een iets verstandiger achterwielaandrijver. BMW 3-serie. We gaan nu wel naar de oude auto's. We gaan weer de 3-serie. Naar E36's. Ja, maar een compact bijvoorbeeld, daar heb je gewoon ruim keus. En dan heb je de 316 Ti, 318 Ti. Het zijn niet de dikke motoren, de 325's en zo, dat kan je vergeten. Die ga je in principe niet tegenkomen voor het geld. Of het is echt een afgebeerd drifthok. Maar de wat mindere motoren heb je wel gewoon voor het geld. En dan heb je toch een achterwielaandrijver. En als het dan nat is of sneeuwt, dan kan je toch een beetje spelen. En het is gewoon ook een BMW. En nog uit de tijd dat BMW's ook nog gewoon kwalitatief echt hele goede auto's maakten. Dus heb je wel eens de deurpanelen en zo van een E36 en überhaupt in een E36 gezeten? Dat is uit van die leeftijd waar je dat al niet bij hebt. Een Mercedes. Waar echt Ja. Nou, ik koop allemaal toch de CLK, jongens. Misschien beter. Nee, maar het zijn gewoon wel. Het blijft allemaal wel redelijk heel. Natuurlijk van die LCD-displaytjes in het interieur die gaan stuk. Maar een compact, dat is dus altijd tot 98 of zo gemaakt. Nee, daarna ook nog toch? Maar dan met die koplampjes. Dat was een E46. Nee, die ook dat, dat zag er alleen uit als een E46. Nee, maar het is volgens mij gewoon dezelfde auto. Nee. Niet? Nee. Nee. Waarom lijkt het dan zo verrot veel? Ja, dat is BMW. Ook die zag ik overigens tussen de zoekresultaten wel voorbij komen. Ik denk dat dat een betere keuze is. Want uiteindelijk is dat een auto die mensen niet zo mooi vinden. Of soms sommige mensen echt heel lelijk. Denk ik. Ja. Maar daardoor wel lager in prijs, want ja, het is gewoon minder gewild. Ja, absoluut. Ik vind een E36, je hebt het over jaren 90 product, crashwaardigheid van een natte krant, roestprotectie ook van een natte krant. Nou, natte kranten roesten gelukkig niet, want die zitten wel al in de doorpost gepropt, want anders dan valt ze op dat die doorschroeft. Nee, vind ik wel echt een hele oude auto, met alle dingen die erbij houden. Denk ik, 206. Kan je denk ik maar eerder een beetje een normaal exemplaar vinden die gewoon echt oké is, waar nog normaal onderhoud is gegaan. Die E36 zijn uiteindelijk allemaal of gebruikt om te driften of hebben ze racecursussen mee gedaan. En soms worden die auto's dan weer teruggebouwd, komt er een normaal interieur in en zegt van oud vrouwtje geweest. Maar allemaal, echt, jullie kunnen me een exemplaar meden, maar zeggen allemaal echt gewoon, ze mee gereisd, allemaal. Oké. Nee, allemaal zeker. Jij bent de baas, je hebt gelijk. Okay. Nee, maar E46 compact. Het is een minder populaire keuze, dus wel betaalbaar. Ja, dat is wel waar. Welke kiezen we? Moeten we nog hebben we nog comment van de week die we nog moeten behandelen? Nee, hebben we net al gedaan. Dat heb ik net al gedaan. Ja. Nou, moeten we kiezen? Wel leuke comments graag. Ook gewoon mooie suggesties is natuurlijk leuk, maar ook gewoon over algemeen het weer of waar we staan of dat je mijn t-shirt zo leuk vindt en Casper's overhemd. Vind ik ook wel mooi trouwens deze. Ja, dank je. Ik heb geen bruine meer gedaan, want vorige keer werd het door voor NSB eruit gemaakt. Ja, dat is niet leuk. Dan weet ik niet welke afsplitsing uit de geschiedenis in grijs overhemden. Ik denk dan meteen aan communistisch China een grijs overhemden, maar ik weet niet of dat terecht is. Nou goed, dat soort comments vinden we leuk om dan even te behandelen. Suggesties voor andere dingen willen we ook graag weten. En wij gaan nu definitief de keuze maken welke auto het gaat worden. Voor 1500 euro. Jij gaat gewoon, ik weet gewoon zeker dat jij nu toch gewoon een Alfa gaat kiezen.
die we helemaal niet in het lijstje behandeld hebben. Dit is wel een goede suggestie inderdaad. Want kijk, we hebben geen 156 genoemd, geen 159. Nee, 147. Het zijn wel een beetje de obligate keuzes, hè? Zo'n GTV, dat coupeetje. GTV. Dat is ook jaren 90. Dus eigenlijk volgens mijn eigen woorden die ik net heb gebezigd over de E36. Maar jij zou die dus eerder kopen dan E36. Vind ik wel echt heel mooi. Mooi ding, hè? Echt heel mooi. Ja. Maar ja, of ik nou mensen zeg maar met droge ogen een Alfa uit die tijd kan aanbevelen, weet ik dan weer niet. Nee, ja, BMW, sommige waren misschien ook nog best wel oké, maar ze hebben natuurlijk ook gewoon een beetje stigma. Het is wel kwetsbare techniek. Ook die, weet je, twinspark blokken zijn best betrouwbaar, maar wel als je ze gewoon wat netter warm rijdt en weet je, relatief goed onderhoudt, dan is het dan is het best oké. Okay. Alleen als zo'n auto 30 jaar gedaan heeft. Ja, precies. Dat exemplaar zoek je. Ja. Dus ik ga met jou mee in je 206. 206. Ja, ik denk een 206 en dan gewoon een goed zoeken naar een leuk exemplaar, liefst zo'n 1.616 kleppertje, ja. Denk ik. Tenzij de verzekering daarvan heel veel hoger is. Dat hebben we eigenlijk niet uitgezocht. Misschien kan een verzekeraar ons sponsoren dat we dan ook de verzekeringsbedragen erbij doen of zo. Zeg maar een suggestie. Toch? Ja, we gaan ook elke video een andere sponsorgroep aanspreken. Ja, sorry. Dan gaan we weer een sponsor hebben. Ja, of een laptop, want ik heb hier nu je een... Je mag ook gewoon als kijker gewoon geld overmaken. Ja, natuurlijk, kan ook gewoon. Ik denk 206 wel een serie. En die Golf Cabrio is gewoon wel weer een tandje ouder, maar wel gaver. Ja. Ja. Ik kan niet eens gaver vinden, maar dat is gewoon heel... Ah, en 206 is niet gaaf. Nee, dat is ook zo. 206 is vervoer. Wel heel verstandig. Ja, maar stiekem rijdt het ook nog best oké. Okay. En er is een hoop voor te krijgen voor weinig geld. Ik vind als jij hier een serieuze blik bij zegt, dan meen je het echt. Dat is wel fijn. Dus dit is voor jullie kijkers ook een tip. Als je denkt, meent hij het? Als die blik, dat is echt Casper meent dit. Ja, dus ga voor een 206. In volgorde van meest verstandig naar minst verstandig is denk ik 206, Golf Cabrio, E36. Ja, of E46 dus. Of E46 is denk ik uiteindelijk veel beter. Beter dan de Golf Cabrio. Moet je goed zoeken. En zoek nou niet naar het exemplaar waar zo gaaf eruit ziet en weet ik wat allemaal. Maar als je dat wil, dan moet je gewoon voor die COK 430 gaan, die heel onverstandig is. 325 M Sport verhaal, dat ga je niet vinden. Niet voor dat geld. En als je hem wel vindt, weer de tip, mail hem door naar ons, want dan kopen wij hem. Ja. Dus, en dan als laatste dus de COK. Is niet niet de allerlaatste, maar voor 1500 euro, 147. Of GTV. Ik vind... ik heb zelf een 147 gehad. Ja. Misschien dat het daarom ook dat ik denk, omdat nu nog... Maar GTV? GTV is wel echt een hele gave auto. Heel onverstandig. In die categorie van die COK 430. Ja. Maar dan zuiniger, want waarschijnlijk heb je nog gewoon een 2 liter twinspark, wat het gewoon een hele... Dat sowieso. En je wegenbelasting is ook veel lager. Makkelijker te verzekeren, ook als je jong bent. Nou, dat dus. Je moet het er maar mee doen. Succes met zoeken op Autoscout, Autotrek, Marktplaats, Autowereld.nl. Welke dingen hebben we nog meer? Mobiele, als je Duitse auto's wil. Zoek het allemaal uit. Veel plezier en we horen wel wat jullie hebben gekocht.